We gaan jullie laten zien hoe je de arrosticini klaarmaakt. Zoals gezegd, we hebben hier 10 stokjes die nog inderdaad aan elkaar zitten vastgevroren. En we leggen deze gewoon op de barbecue. Vervolgens wachten we een minuutje, waardoor het vlees zichzelf eigenlijk losweekt en we de stokjes hier in de automatische barbecue kunnen steken. Na een paar minuutjes kun je makkelijk de stokjes uit elkaar trekken, zodat ze los van elkaar komen, waardoor je ze makkelijk in kunt steken. En hier zie je ook goed dat ze heel langzaam ronddraaien. Het handige is dat je er in dit geval 40 naast elkaar kan doen en in één keer naar beneden boven het vuur. Je ziet ook dat het vlees precies de breedte heeft van de barbecues. Dat is natuurlijk hartstikke handig. Daarnaast zie je ook dat de stokjes niet boven de vuurbron komen, zodat die niet verbranden. De arrosticini is klaar. Nu kunnen we ze eruit halen door de balk omhoog te zetten, waardoor je de stokjes er makkelijk uit kan halen. Daarna lekker wat zout erop. En in de pot om daarna lekker uit te delen. Lekker Ivo. Buon appetito. Buon appetito.